Alles doet het, alles doet het. Ik mag het hopen van wel. Maar goed, welkom bij een gloednieuwe video. Uh, je boy is weer terug in je beeldscherm. Niet alleen Thomas, jongens. Christophe is er ook. Geen zorgen, geen zorgen. Laat gewoon gelijk de charts induiken, want ik wil gewoon even puur prijstechnisch vandaag gaan kijken naar de hele cryptomarkt over de uh, afgelopen periode. Wat we zien, uh, wat de status is, waar jij als persoon op kan letten. Voornamelijk investeringsgericht. Um, want als het gaat om Bitcoin hebben we een aantal aspecten gezien. Afgelopen ja, kwartaal eigenlijk, eigenlijk wel afgelopen jaar hebben wij een, uh, een flink iets gezien. We zijn voor het eerst boven deze zone uh, of überhaupt in deze zone gekomen. Uh, misschien als je hem praktischer maakt dat je het hebt over deze zone, ja, daar ben je boven gekomen. Dat is voor het eerst natuurlijk, nu al High spreekt voor zich, dat is allemaal logisch. Uh, kleine introductie voor de mensen die het nog niet wisten. Maar dan nu, afgelopen maanden, en dit heb ik al uh, tig miljoen keer verteld in de Discord, is richting, ja wat zal het zijn, in dit geval was het rond maart, maar je ziet het eigenlijk hier ook uh, rond maart, en de vorige keer zag je het ook uh, rond maart was het. Ja, eigenlijk alle grote consolidaties die wij hebben meegemaakt in de afgelopen... Ja, cycles uh, geven, ze, geven ze allemaal even een naam. Hebben wij deze consolidaties gezien? De eentje is groter dan de ander, uh, maar dit noem je consolidatie. Consolidatie is dus als de prijs een beetje tussen een bepaald punt blijft bewegen, maar doet eigenlijk niet zo heel veel. Uh, het enige wat wel constant gebeurt, is dat je uh, hier 50% dips <laughs> en 100% uh, pumps hebt gepakt. Uh, nou, hier zie je dat dan even net iets zakelijker na nou, 20, 30 misschien. Hetzelfde uh, als hier. Um, maar hetzelfde als daar zien we eigenlijk nu ook hier. Misschien is dit een enthousiast voorbeeld. Je zou hem mee kunnen nemen, praktisch gezien wel, maar rond maart, elk jaar is er een consolidatie van een aantal maanden. En dat is mooi om mee te nemen. Want als we dat weten, iets wat in het verleden gebeurt... heeft ook weer kans dat het in de toekomst gebeurt. En ja hoor, het is weer gebeurd. Uh, het spreekt weer voor zich. Uh, alles wat in het verleden gebeurt, ja, het gebeurt toch maar weer opnieuw. Uh, het is zo zonde als we het onszelf moeilijk willen maken... door elke keer te geloven, deze keer is het anders... Uh, maar eigenlijk gebeurt elke keer weer hetzelfde, alleen is iedereen mindfucked en uh, ja, is iedereen domme keuzes aan het maken wat echt niet nodig is. Als je gewoon simpel kijkt naar pure prijsactie jongens, dan zie je het gewoon letterlijk opnieuw weer gebeuren. Hier zien wij dat wij in oktober een flinke uh, run hebben gemaakt van is 150%, nou, misschien iets meer, maar hè, 150% is prima. Uh, wat zien we nu? Wij zijn nu in augustus en in augustus waren wij een beetje rond dit punt, hadden we ook een beetje een low gevormd, eigenlijk een beetje de laatste low. Nou, in potentie is dat dus ook deze week. Deze week kan de allerlaatste low zijn die wij ja, misschien hè, voor het idee even ooit gaan zien. Ik doe even quote on quote, want hè, ik heb natuurlijk geen glazen bol, misschien wel, maar daar moeten we nog achter komen. Wat ik gewoon zie gebeuren is exact hetzelfde als de vorige keer. Heel simpel gezegd weer een pump. Uh, deze pump zou je misschien nog uh, heel letterlijk kunnen transformeren naar dit. Nou, jongens, de ton is in zicht van Bitcoin, woe, woe. Eerst zien dan geloven. Maar weet wel dat heel veel dingen uit het verleden spelen, gewoon weer opnieuw uit. En ik ben nu een van de luidste guys. Ook al zie je me niet. Want ik zeg het alleen maar tegen mijn meest belangrijke mensen. Dat is of course de community. Ik zeg tegen iedereen luid en duidelijk: ik ben nu al in aan het gaan. En waardoor komt dat zijn hele simpele redenen. Is binnen in deze consolidatie zijn we ook nu voor het eerst een higher low aan het vormen. Um, als je kijkt naar, en dan moet ik heel even hier naartoe. Maar als we kijken naar een fix: een fix chart is de volatiliteitsindex van SP 500. Dus even deze weer mooi. Is mooi voor het beeld, hè. Uh, als we deze er ook even bij pakken, zien we een aantal flinke u uh, En wat zien we hier? We hebben hier ook even een u gezien. Het is wel een week, dus het is niet de u der u Het is niet de recessie der recessies. Maar uh, in deze periodes zijn er een aantal interessante punten gebeurd. In 2008 is natuurlijk de financiële crisis. En in 2020 is natuurlijk de coronacrisis. Beide zijn ze knijtshard gaan pieken. En beide keren is SP echt. Ja, flink gedipt, uh, 20% plus gedipt in een kortere tijd. Uh, nu zie je dat ook, volgens mij was het nu 10%. De schade is lichter, maar dit kan een voorproefje zijn aan wat gaat komen. En dat is gewoon iets wat je mee kan nemen. Uh, een opbouwend stuk hiernaartoe uh, is altijd wat je ziet. Of het is in één keer een klap op de vuurpijl. Dat zie je dus hier bij corona iets onverwachts. Nou ja, natuurlijk had je het al twee jaar van tevoren kunnen weten dat het uh, aanwezig was, maar uh, dan moet je een beetje inside information kennen. Alleen een financiële crisis zie jij hier uh, opbouwend. Ik ben benieuwd wat er dus nu gaat gebeuren met de huidige periode. Gaan wij nu ook opbouwend, 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 opdou opbouwend zien dat wij in een recessie gaan werken? Uh, of in überhaupt gewoon een financiële crisis? Gaan wij ons daar nu inwerken? En om terug te komen op het stukje van Bitcoin, is, er is nu een piek, een piek, jongens, het gaat soepel mijn uh, spraakgebruik hier, maar wat ik wil zeggen is die piek bij FIX, de volatiliteitsindex van S&P, heeft ervoor gezorgd voor een, een, uh, een aanzienlijke wik. Uh, ...gelukkig is het ook bij een wik gebleven... ...anders dan had ik misschien een ander scenario in gedachten... ...en dat was hier naartoe. Maar dat hebben we niet gezien. We hebben een duidelijk opgechapte wik gezien... ...en uh, ik zit nu op een weekly... ...maar ook als ik naar een 1D ga... ...ziet het er gewoon nog steeds aardig prima uit. Uh, dan komt het neer op het punt... ...waar houden we op dit punt support? Dit waren we al vrij snel gebroken... ...we zitten natuurlijk nog steeds in een downtrend... ...dat hou ik ook ten alle tijden mee... Maar ik houd ook rekening mee met wat er hier nu in potentie gaat gebeuren. Daar kom ik zo op terug. Ik heb alles te onderbouwen. No worries. Dit punt is het punt dat we nu aan support hebben neergelegd. Uiteindelijk de laagste support die ik zou willen zien voor bitcoin. Komt neer op 40 plus minus k uit. Uh, dat zou het meest realistische zijn qua laagste low. Dus dan is het een beetje rond deze zone. Is nog steeds mogelijk. Hou ik nog steeds in de gaten. Alleen er is een reden waarom ik. Onderbouw dat nu potentieel een van de laagste bodems is die we nu gaan zien in deze cycle. Dat komt voort uit het feit, kom, ik kom echt niet lekker aan mijn woorden vandaag, maar dat komt voort uit het feit dat we die wik hebben gezien. Dat de fix een piek heeft gemaakt sinds de derde keer in de gehele geschiedenis. Onthoud dat ook even. Voor de derde keer is hij ooit zo hoog geweest. Dat heb ik. Vandaag de dag mee kunnen maken. godsamme wat zitten wij in een mooie periode om te leven. Dat wij dit allemaal mogen meemaken en hier allemaal geld op kunnen verdienen. Het is echt immens als je het mij vraagt. Maar ik ga even naar voorouder, want er zijn hier een aantal interessante prijsacties. Ik ben natuurlijk een daytrader dus ik zit hier altijd zwaar kort op. Maar wat wij zien en ik ben altijd van sterke high, sterke low. Dat zijn de zaken die je wil breken. Um, als we hier nu naar deze chart kijken, welke high heeft hiervoor deze beweging gezorgd? Puur prijs, hè? Puur prijs. Nou, als je uh, mij weet te kennen, dan weet je dat het deze high is geweest. Uh, niet deze, deze heeft de beweging gestart, maar welke heeft de beweging geëindigd, dat is deze. Zoals dus een beetje de strikvraag. Uh, ken je mij, weet jij exact wat ik hiermee bedoel? Waarom komt het? Deze kleine constructie die heeft uiteindelijk voor een nieuwe uh, high hierboven uitgezorgd. Uh, gezorgd, ja klopt. En deze high heeft ervoor gezorgd dat wij hieronder zijn gekomen. Als wij dit dus weer weten te regainen. dus wij komen er weer terug bovenuit. Dan gaan we ook weer verder terug omhoog. Dan is dit een wik geweest, dan kunnen wij verder omhoog. Zolang je deze uptrend ook blijft vast te houden, gaan we dus ook verder omhoog. We zitten nu in een kleine compressie. Dit gaat in de loop der dagen, gaat dit dus uitbreken. Vaak is 50-50, ik ga er nooit mijn inzet op wedden. Uh, pas als hij er uitbreekt, dan pas ga ik er de daadwerkelijke conclusies uittrekken. Uh, maar interessant om mee te nemen is überhaupt het koopmoment wat je al hebt gemist. Uh, maar wat voor kansen je nu ook hebt. Ik zal zo meteen ook even de altcoins laten zien. Maar het meest belangrijke hieruit is deze high ben gebroken. Dit is je support die je wilt behouden. Je mag zelfs nog helemaal hier naartoe terugtesten. Idealiter blijf jij op dit punt zitten waar je nu zit. Dus dat zijn even de drie targets die we nu hebben voor potentiële low. En wat kunnen we hierop uh, handelen, baseren, is eigenlijk kort gezegd ook weer uh, welke high heeft voor een nieuwe loge gezorgd, dat is deze. Dus deze zetten wij als breuk neer, dit is op het punt van 61.3. Het 61.3 level, komen wij daar weer boven, zie ik voor jou, mijn vriendelijke vriend, een garantie dat wij weer terug naar de uh, all time high gaan of op zijn minst tussen deze zone weer terug gaan. Een garantie geef ik je daar. Uh, uit ervaring kan ik die glazen bolheid gewoon met zekerheid zeggen tegenwoordig. Maar het belangrijkste is dus daarboven komen, komen we daarboven, zie ik aanzienlijke positiviteit. Alleen dan zijn we er dus alweer boven gekomen. En dan zijn we alweer 15% gestegen. En stel dat dit wel de bodem is geweest, stel dat we nu wel in één keer naar een ton toe gaan, dan ja, zit je wel gewoon met de 50%, 60% wat je mist op een pure Bitcoin. Onthoud dat de bodemkallen natuurlijk altijd gevaarlijk is. Dat het altijd risico's met zich meebrengt. De hoogste risico's natuurlijk omdat je met de me minste zekerheid uh, een positie gaat innemen. Je bent weer terug in je range. Zoals ik net liet zien op een weekly. Je bent op dit moment weer terug in je range gekomen. Uh, dat heb ik nog niet gezien in de afgelopen maanden. In de afgelopen bijna ah, zes, nee vier Afgelopen vier maanden heb ik nu voor het eerst gezien dat wij een hogere low weten te plaatsen. Als wij dus ook weer hier een hogere high weten te plaatsen, is dat voor mij een definitie dat wij verder gaan boven de 70k. Simpel als dat. Pure prijsactie is altijd waar ik mijn keuze op baseer. Genen Fugazi, Fugazi, Shizzle. We moeten het ook nog eerst waar gaan maken. Alleen de onderbouwende feiten dat je nu de kans hebt die je in 2024 heb gemist... en dat is dus deze move... deze reactie van 70%... is nu hetgene wat je gaat missen... bij alle altcoins... inclusief Ethereum. Ethereum is op de low gekomen... dus ik zal hem nog even mooi aankaarten... is op dit punt... is die weer gekomen... 2024, de dag van 2024... dat de hele crypto-markt... naar Walhalla toeschoot... daar zijn we nu weer op terug. Niet alleen op Ethereum... Alleen Bitcoin is echt een van de enige die daar nog niet is gekomen. Maar elke coin. Ja, bijna elke coin. Ik kan het niet letterlijk zeggen. Maar vrijwel de hele cryptomarkt zit nu weer op het level waar ze in 2024 zaten. Of zelfs nog lager. Betere kans voor Chainlink om nu aan te kopen. Uh, AVAX zit nu ook op het punt van 2024 met die stijging. En als ik dat ook nu meepak is dat ook ja totaliteit misschien zelfs wel 200% wat die heeft gestegen. Uh, zo ook voor elke coin. Deutsche staat laag. ICP staat laag. Stellar. Als ik nu door alles heel snel scroll dan zie je overduidelijk dat wij weer rond lage punten staan. Maakt niet uit welke coin ik pak. Ze staan allemaal op eenzelfde punt als 2024 of aanzienlijk lager. Dit is misschien nog wel de kans voor je leven. In. 2024 heb je hem gemist. Dus nu heb jij weer de kans om hem nu weer te nemen. En zoals ik zei, ik zit hier al in op. En uh, al in is ook weer een woord. Dat kan je ook letterlijk uit de kast trekken. Natuurlijk heb ik, nat Zo, natuurlijk heb ik ook mijn risico gespreid. En stop ik nooit meer dan 20% de markt in. Maar houd wel rekening dat al mijn vermogen. Is in crypto op dit moment of in stables of in crypto, maar ik ben al risk voor deze shit. Boom, or dust. Het is gewoon ik maak het of het is terug naar loondienst, wat natuurlijk nooit gaat gebeuren. Maar het feit dat ik jou nu mee kan geven dat iemand die jou de wijsheid van de charts meegeeft, iemand is die alles riskeert om uh, dit te laten lukken. Laat zien wat de bereidheid moet zijn van een persoon om het hier ook in te laten lukken. Ik heb het ook alleen maar gezien bij gasten die vrijwel hetzelfde aan het doen zijn als ik op dit moment. Gewoon alles of niets. Het is crypto of het is niets. Uh, we maken het hiermee of het is einde oefening. Er is geen weg terug. En dat is gewoon een besef wat ik gewoon iedereen wil meegeven... Dat is een stukje met de mentaliteit. En of course, altijd met geld erin zitten wat je kan verliezen. Maar ik kan mijn totale vermogen gewoon verliezen. Het is niet dat ik slechter ga leven. Ik eet nog steeds hetzelfde. Ik kan nog steeds elke maand hetzelfde doen. Het maakt niet uit of ik letterlijk, letterlijk, dit keer meen ik de woord, het woord wel. Letterlijk, als ik alles verlies, boeit het niks. Praktisch gezien heeft het geen impact op mijn leven. Letterlijk. Dus I don't give a shit. En toevallig is dat al mijn vermogen. Voor iemand anders is dat wat minder. Uh, voor iemand anders is dat wat meer dan zijn vermogen, maar gewoon te veel. Um, Hetgene wat ik hier mee wil geven is de mentaliteit, Het is een beetje de bereidheid die, naar mijn mening nodig is voor iemand die succes wil bereiken in crypto, is gewoon simpel gezegd. Alles of, alles of niets. Er is geen plan B. Je doet ook geen andere zaken hiernaast. Je bent ook volledig gewoon bezig met crypto. Je investeert er niet een beetje bij om later over vijf jaar uh, een mooie compound effect te hebben. Want wie ken jij op dit moment die dat heeft? Ken jij heel veel mensen die dat compound effect goed hebben uitgevoerd? Door een paar tientjes per dag uh, te investeren in de markt? Heel eerlijk, ik ken niemand die daar ook aanzienlijk geld mee heeft verdiend terwijl het wordt wel altijd gezegd en het leuke is dat de hele mediawereld aangeeft van hey financiële vrijheid dat is wat we willen dat zegt elke knaap die, die ik ooit spreek van ja wat, wat wil je doen met crypto ja ik wil er geld mee verdienen uh, maar het hele spelletje erachter. ja boeit niet zo heel veel of later boeit het wat maar iedereen zijn motivatie is om er geld mee te verdienen uh, ook die van mij was dat zeker weten. Dus daar niet van. Alleen heel veel mensen blijven daar delusional in zitten. Uh, van oh, ik moet deze cycle geld mee verdienen. Terwijl als ik jou nu eerlijk zou meegeven dat uh, als jij deze cycle, dus vanaf uh, 2023, als jij rond dat punt bent begonnen, ga jij deze cyclus alleen met geluk geld verdienen. Um, er zit weinig wijsheid in omdat je die ervaring nog niet hebt. Je hebt nog geen cycle meegemaakt. Pas als je een cycle meegemaakt hebt, is het geen geluk meer. Um, je moet minimaal twee cycles meemaken. Wil jij goed geld gaan verdienen met crypto, ben ik van mening. Sommigen die lukken het in één cycle. Maar wat hoor je naar die ene cycles dat ze al hun geld verliezen. Thomas ik hou van je maar ook deze persoon. Mijn kampioen, is ook in. Ik weet niet of het zijn eerste cycle was, maar volgens mij is zijn tweede cycle. Is hij ook al zijn geld verloren? Dit is volgens mij zijn derde cycle. En dat geeft ook aan van iemand die lang in de game zit, kan ook nog steeds al zijn geld verliezen doordat hij uh, bepaalde egoïstische keuzes heeft gemaakt in die tijd door ergens geld in te laten zitten, er niks mee te doen, uh, niet naar om te kijken of het uh, te gaan spenden. En ja, dan lukt het ineens niet meer om geld te managen wat je nog nooit gehad hebt. Dat is de keiharde realiteit die ik mensen meegeef. Daarom geef ik ook dus altijd aan, het is alles of niets. Want de enige reden hoe jij dus hier succes mee gaat bereiken is alles of niets. Zolang je dat niet doet, dan wordt het ook niets. En zolang het 80% is, oké, okay, ik ga 80% van mijn aandacht hierin steken, dan ga je maar 20% van het resultaat krijgen. En dat is... Dat is gewoon hoe die shit werkt. Het is 100%, 100%, 80%, is gewoon 20% wat je eruit gaat halen. Het is gewoon echt alles of niets. Boom of dust. Dat is gewoon de hele realiteit die ik mee wil geven. En focus op prijsactie, maar vooral op die interne shit die je nog niet hebt uh, kunnen dealen. Want emoties komen voort uit, um, uit de mentaliteit die je nog niet hebt opgezocht. Die je nog niet kent. Dat kan iets uit het verleden zijn. En het komt uiteindelijk allemaal neer op psychologie. En niet marktpsychologie, dat is allemaal bullshit. Maar je eigen psychologie, dat is waar het om draait. Uh, want er zijn genoeg issues. Als een persoon emoties heeft bij iets, komt dat omdat hij dat niet goed kan managen, omdat hij dat nooit gemanaged heeft. En daarachter komen vereist gewoon diepgraven. Dat kan verleden, kan jeugd zijn. Ik heb persoonlijk nog afgelopen week iets kunnen helen waar ik misschien al tien jaar last van heb gehad. En dat heeft voor bepaalde emoties gezorgd in de markt, waardoor ik dus iets slechter uh, treed in bepaalde situaties. Dat heb ik opgelost, iets van tien jaar terug. En dat laat mij nu beter performen als trader. En besef dat het ook zo werkt met investeren. Met eigenlijk heel veel zaken in het leven komt het neer op die persoonlijke psychologie. Waarom ik dit nu ook vertel in een video, eigenlijk gewoon van een marktupdate. Is omdat als ik hier een losse video van zou maken. zou je hier misschien nooit naar kijken. Omdat je alleen maar de flesje shit wil zien. van welke coin je moet kopen en al dat soort shit. Dat snap ik heel goed. Dat is gewoon waar de media op aangaat. Maar ja, dan moet ik even met. Uh, met het Trojaans paard in huis komen. En dan is dit misschien de way to go. Maar als jij hier moeite mee hebt, dan uh, ook dat ik sta altijd ready voor iedereen. Um, en dat zeg ik ook luid en duidelijk, omdat ik dat ook echt meen. Ik sta klaar voor iedereen. Dus stuur me gewoon een DM als je ergens tegenaan loopt. Als je merkt van oké, okay, ik merk echt dat mijn gedachtepatronen gewoon niet op het juiste zitten. Ik merk dat ik dingen niet durf. Uh, terwijl ik dat eigenlijk wel heel graag wil, ik wil deze financiële vrijheid, maar ik durf het eigenlijk niet uh, om dat vereiste mentaliteit uh, aan te houden. Want ik ben er te bang voor. Ik voel, ik voel me niet waardig of dat soort shit. Stuur me in een DM. Ik, uh, en ik weet zeker dat ik je kan helpen. Maar voor nu het belangrijkste als het ook gaat om bitcoin en etcetera en gewoon de hele markt. Nu is de kans om die financiële vrijheid voor jezelf te creëren. Die kans is nu aanwezig. Ja, we kunnen lager. Dat risico is ten alle tijden aanwezig. Ik ben ook geen financieel adviseur. Ik ben gewoon een random knul. Die gewoon wat intelligenter is dan de rest. That's it. That's it. We zijn van hetzelfde vlees. We zijn van hetzelfde bloed. Ik ben gewoon intelligent. That's it. Het enige wat ik mee kan geven is fix je mentale staat. En het geld komt vanzelf rollen. En focus gewoon op één shit. En uh, ik wens je heel veel succes. Thanks voor het kijken. En uh, laten we geld maken met z'n allen. Ciao, ciao.